Ja. En vandaag is het 4 mei. En 4 mei is dodenherdenking. Morgen is het bevrijdingsdag. Niet vergeten. En... ik weet dat jullie dit pas later zien, maar... ja, op het moment dat jullie dit zien is het dat natuurlijk al lang niet meer. Maar het is wel een mooi moment om, vind ik altijd... ik denk dan altijd eventjes aan hoe kan het toch dat het toen zo'n slachting heeft plaatsgevonden. En dat is aan de ene kant komt dat doordat we... hier alles registreerde van iedereen. Ja. Dus er was heel makkelijk te achterhalen wie er, nou ja, niet voldeed aan het ideaalbeeld. Dat was in het geval van de Tweede Wereldoorlog, waren dat Joden. Wie weet wat het volgend jaar is. Ja. Dus ik ben altijd wat huiverig voor die voor registratie van alles. En dit is altijd een goed moment om er even bij stil te staan. Van, is het nou eigenlijk wel allemaal nodig om alles van iedereen altijd maar op te slaan? Ja. En te weten. En van wat heb je daar nou eigenlijk aan? Waarom zou je dat willen opslaan? Ja, vooral dat is echt een hele belangrijke vraag die je ook moet stellen. Ik probeer mezelf ook te stellen. Om te zien van, ja, waarom zou ik dit zo gratis uitgeven? Waarom zou ik vertellen dat ik dit aan het doen ben, weet je wel? Kijk, en het mooie is, een heleboel mensen die denken nu van, nou, ik vind het heel fijn om dat te delen met mijn ouders, met mijn vrienden, met mijn collega's over Facebook of over Twitter. Maar er zijn ook een heleboel andere gegevens die je weggeeft elke keer als je iets koopt. Ja, gewoon, hallo, ik ben hier. Of ik ben uit zwemmen geweest met mijn nichtje of wat ook. En dat zijn ook allemaal dingen die door derden worden opgeslagen. Ja. En dat maak je inderdaad... en ook toegankelijk zijn voor overheden. Ja. Want geloof me, en dat is... welk bedrijf was dat nou? Die had pas geleden gezegd van... jongens, we kunnen niet anders dan alle gegevens die jij bij ons parkeert. Dat moeten wij afgeven aan de overheid. Nee, dat is niet alleen... Dropbox was dat. Nee, dat is gewoon zo. Ja. Dat moet elk bedrijf... iedereen die data... bewaard. Als in ieder geval de Amerikaanse overheid jou of hun vraagt van geef dat en hun servers staan in Amerika, dan moeten ze dat. Ja. Volgens mij is dat in Nederland ook een beetje zo. In Nederland is het zelfs zo dat internetproviders alles moeten opslaan wat jij hebt. Ja, het gaat over wat gedrag, jij doet. Maar... het gaat over gedrag. Dus we hebben het daar niet meer over wat Facebook, zeg maar, dat ze jouw foto's opslaan, maar dat ze weten welke websites jij bezoekt, wat voor vragen jij stelt aan Google, ja, welke mailtjes jij stuurt aan wie, et cetera, et cetera, et cetera. En dat, dus maar... dat mogelijk nog veel enger. Ja, dan weten ze, alles wordt opgeslagen, maar wat helemaal eng is daaraan, is van, kijk, het is op zich niet eng als je denkt van, de overheid, daar werken allemaal intelligente mensen die voorzichtig omgaan met dit soort informatie. Ja. Maar helaas, er werken niet alleen maar peets bij de overheid. Oh ja, er werken ook, weet de helft niet. Er werken ook Vasilische drop-outs die de AVO niet hebben afgemaakt. En die niks anders konden doen dan een of ander kutbaantje. En dus maar smeren zijn geworden en ik dan iets met internet. Ja. Maar dat soort figuren loopt daar ook rond. En ja, ik zou niet zomaar al mijn data, alles aan iedereen willen toevertrouwen. En sterker nog, er is ook al bekend dat er enorm veel misbruik wordt gemaakt door opsporingsambtenaren. Dat zijn over het algemeen agenten. Ja. Die te pas en te onpas vragen om gegevens in te zien van andere mensen. En daar hoeft dus helemaal geen rechter meer aan te pas te komen. Dus het is geen huiszoeking. Nee. Terwijl er veel meer data natuurlijk in staat in jouw internetgebruik dan wat je in huis kan vinden. Ja. Het is best ernstig. Ja, en er zijn ook bedrijven die voordat je bijvoorbeeld wordt aangenomen vragen of ze jouw sociale gegevens mogen inzien. Ja, dat is echt helemaal achterlijk. En dan denk je zo van, nou prima, je mag mijn Facebook-account, mag je gewoon, ik word misschien geen vriendjes met je, maar bekijk het maar. Maar dat is echt zo van, nee, we willen jouw wachtwoord hebben. Ja. En als je die niet geeft, nou, dan wil je waarschijnlijk die baan helemaal niet. Of dan heb je wat te verbergen. Nou ja, maar dan wil je inderdaad die baan niet. Ik zou nooit bij zo'n bedrijf gaan werken, stel je voor, zeg. Nee, maar dat is inderdaad een trend in Amerika, ja, is ja. Dat. Dat vind ik echt bizar. Hoe kan je dat nou weer
Waarom willen ze dat eigenlijk? Weet jij dat? Nou ja, ze willen het simpelweg omdat, omdat ze bijvoorbeeld het opvragen van legal gegevens, dus wat wij hier brief van goedkeuring noemen, hè, wat je bij je gemeente kan opvragen. Dan kijken ze of je een record hebt. Dat kost allemaal geld. Ja. Er zijn ook allemaal bedrijven die er rijk van willen worden. En dus willen ze het zelf doen en willen ze kijken wat jouw geloofsovertuiging is. En niet zozeer religieus, maar ook bijvoorbeeld van wat voor vlees jij gesneden bent. Nee? Ik vind het echt. En dat is, echt is heel erg raar. Het is naar. Het is een beetje de human resource mafia. He, dus waar human resource en het objectificeren legal, van mensen. Ja. En ik denk, dus zodra dat gebeurt, zodra mensen niet meer als mensen worden gezien, maar als hoopjes gegevens met gedrag, dan loopt het echt mis. En dat gevaar is heel erg reëel bij overheden. Maar ook bij hele grote bedrijven. Ja. Nee, juist bij bedrijven, je ziet het nu. Ja. Toevallig ben ik nu een boek aan het lezen over de FBI en over, met name over. Met name over Hoover. Een van de langzittende directeuren en oprichter van de FBI. Ik geloof dat het Hoover was hoor. Maar die schrijft daar dus, of daar hebben ze het dus over, hoe dat is ontstaan. En dat was destijds, ging het over. Mensen die uit Rusland kwamen, communisten eigenlijk, die moesten achterna gezeten worden. En er werd ook heel veel registratie gedaan van welke club ben jij niet. Mensen uit Rusland, mensen die links waren. Precies, ja. Waarvan verdacht werd dat, dat was echt een heksenjacht. En daar werden enorme bestanden van bijgehouden. Echt miljoenen bestanden. En de bedoeling was dan, destijds was de bedoeling van, we willen. Zodra de shit hits the fan, willen wij mensen en masse kunnen oppakken. Ja. Dat was het doel. En dat was het defensief gedrag. Maar het is heel erg raar. En die smoesen die worden telkens doorzichtiger. Ik las ergens een tweet of zo. Van dat we. Of een artikel. Het was wel een beetje een. Weet het? Nou ja. Er stond iets van. Dit is. Is dit niet eigenlijk, leven we niet eigenlijk in een maatschappij die Stalin heel graag wilde hebben? Dat hij zo een enorme controle kon uitoefenen? Ja. Eigenlijk is dit wel het apparaat wat we hebben neergezet, is het apparaat wat Stalin wilde hebben. Ja, en dat is iets wat wij ook moeten realiseren. Is dat misschien dat wij nu zelf denken, maar de toepassing van wat er nu allemaal gebouwd wordt, dat is onschuldig. Of dat kunnen wij controleren. En vergis je niet, er hoeft maar iets heel kleins te gebeuren. Denk aan een 9-11 of denk aan een hele grote aanslag of een beweging of een oorlog of wat ook. Waardoor plotseling dat soort onschuldige maatregelen heel erg krachtig kunnen zijn. En ook heel erg mensen onheus kunnen bejegenen. Ja, of dat ineens een bepaald soort gedrag van iemand niet meer. Niet meer acceptabel is. Acceptabel is het beste, ja. Goed. Maar zeker heel fijn dat je daar ook bij stil wil staan. Ja hoor. Het is echt. Het zijn mensen die echt dood zijn gegaan om de vrijheden die wij hebben verworven om dat te verdedigen. En dat is erg belangrijk.